Ik ben Luna Bouw, ik ben 25 jaar oud. Ik ben al 10 jaar actief als model. Ik heb in New York gewoond. Ik woon momenteel in Parijs. En ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Hi Vogue, what's up? Come in. Mijn roots liggen in waar ik vandaan kom. Ik kom uit een klein dorpje onder Rotterdam. Ik ben opgegroeid met best wel harde ouders. Ik heb wel geleerd dat je van als je iets wil, dat je er hard voor moet werken. Mijn ouders zijn ook heel erg als gezegde van niet lullen, maar poetsen. En daar heb ik heel veel van geleerd en dat neem ik ook altijd mee. Ik ben wel iemand die eigenlijk nooit klaagt. Ik kan mezelf heel erg pushen. Alleen tegelijkertijd was dat ook wel mijn valkuil, omdat als je altijd best wel hard voor jezelf bent, omdat je dat gewend bent, dan is dat niet altijd goed. Want je hebt ook gewoon mindere dagen en je hebt ook gewoon mindere periodes. Vroeger, toen ik jong was, heb ik altijd gemotocrossed. Dus ik was echt wel one of the guys. En daarna ben ik gaan kickboksen. Dus ik was totaal niet met uiterlijk bezig of laat staan fashion. En toen ben ik begonnen bij een bureau. En dat was dan iedere zomer ging ik dan naar Londen toe. Zo ben ik begonnen. We are in London right now. Toen was ik 17 en toen ben ik fulltime begonnen. Toen ben ik naar New York gegaan in mijn eentje. En ja, 10 jaar later doe ik het nog steeds. Ja, het is best wel een dubbel leven. Want als je zo jong bent en je reist dan in je eentje en je hebt best wel grote verantwoordelijkheid. En je moet je toch in je eentje staande houden. En daarna ga je toch weer terug naar school. En dan ben je gewoon een meisje van 15. Daar leer je heel veel van. Maar het is ook heel verwarrend. Omdat je een soort van in twee werelden leeft. Maar daar heb ik later denk ik pas last van gekregen. Ja, ik denk dat heel veel mensen die denken dat het alleen maar reizen en mooie bestemmingen zijn, maar niemand ziet bijvoorbeeld al de uren dat ik alleen in een vliegtuig zit of dat ik alleen in een hotelkamer zit. Ik eet alleen elke avond. Ik heb heel vaak gehad dat ik vliegtuig in, vliegtuig uit ging, dat ik soms ook wel eens wakker werd omdat ik niet wist waar ik was. Mentaal is dat gewoon zwaar. Ik heb zeker momenten gehad dat het wat minder ging met mij en de eerste keer dat ik dat doorhad, toen zat ik in het vliegtuig en toen kreeg ik een paniekaanval. En ik wist absoluut niet wat er nou aan de hand was met mij. Want ik kon het niet plaatsen van waar komt dit opeens vandaan. Ik schaamde me ook, want ik kon het niet vertellen aan iemand. Want als ik mijn problemen vertelde aan iemand van thuis, dan begrepen hun het niet. Omdat ik heb toch een mooi leven en ik kom op hele mooie plekken. En ik sta op Vogue-covers en billboards en ik loop allemaal shows. Dus wat zijn mijn problemen nou vergeleken met de problemen van een ander? Ik heb er nooit echt bij stilgestaan dat ik een voorbeeld voor jonge meisjes zou kunnen zijn. En ook al kan ik maar 2 meisjes hiermee helpen, dan zou ik echt willen zeggen van je bent niet alleen in je gevoelens. Het is totaal niet erg om je zo te voelen. We zijn allemaal mens en ik heb me zo gevoeld en ik ben eruit gekomen, dus dan kan jij dat ook. Wat ik meestal doe als ik me even een beetje down voel, dan zorg ik dat ik ga sporten of dat ik in ieder geval dat ik iets ga doen. Of ik bel een vriend of vriendin op of ik ga een stukje lopen. Ik beweeg letterlijk zodat ik uit mijn gedachtes kom. Wat ik aan mijn jongere Luna zou willen meegeven is: het is oké om niet oké te zijn. En het is oké om je niet goed te voelen. Dat hoort erbij. Je kan niet je altijd goed voelen. Ik vind het heel belangrijk om ambassadeur te worden van de Play Mental Foundation. Omdat ik gewoon heel erg merk dat het nog steeds een taboe is om over je mentale gezondheid te praten. Om überhaupt over je gevoelens te praten.
Heel veel mensen schamen zich voor hun gevoelens. En ik wil juist laten zien dat het heel krachtig is om jezelf te laten zien en om jezelf te zijn. En daar horen ook jouw gevoelens bij. Dat is wie jij bent. Ik ben Luna Buil en ik ben ambassadeur van Play Mental Foundation. Join the movement.